Een zeer goede avond. Welkom bij de Niet Zo Serieuze Sprookjes. We zijn in Skype-versie, want we kunnen er uiteraard live geen meer doen. Ik heb een gast bij mij, de fantastische David Galle. Niet in uw neus zitten, op Skype. Zat ik met een neus? Zat ik met een neus. Ja, zonder dat je het weet. Oké, ik kom niet meer aan mijn neus, maar mijn handen waren gewassen. David Galle, dames en heren, applaudisseer maar thuis. Yay. Eigenlijk had ik zo'n geluidje moeten nemen, zo een applausje. Dat is bij de volgende. Ik heb titels gekregen via Facebook. Ja. En David kent die titels uiteraard niet. En ik ga David ook laten beginnen. Dus vandaar heeft het ook geen zin dat ik zal kennen. Want jij gaat het verhaal opstarten. De niet zo serieuze sprookjes. En ik heb een titel gekregen van Gerry Laboule. We kennen die ook, dat is een comedian. Ja. De Gerry. En er was eens een koordanser met een houten been. Oh. Ik vond die wel spannend. Dus we gaan er gewoon aan beginnen, hè, David. Ja, dat was iets. Ja. Wacht, ik ga eraan beginnen en dan mocht jij invullen. Hè? En dan start. Oké, goed. Er was eens een koordanser met een houten been. Ja, en die was op reis met een circus. Dat is lang, lang geleden in een land heel ver vandaan. Wallonië. ja. En dat was een man, een koordanser, en die had één houten been. Die had ook één normaal been, maar die was in feite geboren met maar één been. Dat houten been hing er toen nog niet aan. Dat was pas later toegevoegd. Want... En ze hebben ook een paar keer dat been moeten vervangen terwijl het hem groeide. Ja, eerst was dat een lucifer, maar dan werd dat groter en groter totdat hij een volwassen houten been had. Ja, ja. Je kunt natuurlijk ook gewoon een boom gebruiken als houten been. Dat is ook wel handig natuurlijk. Want die groeit ook mee met u. Maar dan moet je altijd ofwel met een bloempot rondlopen, ofwel zo blijven staan wat die boom staat. Maar dat deed hij niet, want dat was iemand die wou rondreizen. Dat was iemand die altijd wou rondreizen, ook al had hij maar één been. Die zei later, ook als klein manneke, nog met zijn luciferstokje aan, zei hij van, mama, later als ik groot ben... Allee, in het Frans dan, want het speelt zijn eigen af in Wallonië. Ja. Later als ik groot ben, wil ik een koordanser zijn, zei hij altijd. En zijn mama zei, maar alleen jongen... Dat gaat niet werken, lieve jongen. Jij hebt maar één been. Hoe ga jij op één been op een touw kunnen staan? Maar... Jean-Luc, want zo heette hem, Jean-Luc bleef geloven in zijn droom. En hij sloot zich aan bij Cirque Normal. Een circus met alleen maar normale mensen. Ja, dus ja. Niemand die daar een beperking had. Dat was ongezien. De meeste circussen hadden dwergen, Mongolen, alles liep daar rond. Behalve Cirque Normal niet. Ja, ja, want mensen waren nerveus over van die freakshows. Je moet je inbeelden, in een tijd, lang, lang geleden... waren alle shows, zo dat gezegd, met freaks. En eindelijk was er Cirque Normal. En dat was in feite een circus voor normale mensen, gelijk had dat gezegd. Maar hij had een probleem natuurlijk. André, want zo heette hij, André. Nee, Jean-Luc. Jean-Luc André, ja. Jean-Luc André. Ja, ik gebruik altijd zijn familienaam. Ja. Ja, dus GLA, zoals... Ja. Ik weet niet of je het boek gelezen hebt over GLA, Jean-Luc André. Nee, ik heb het boek niet gelezen, maar ik ken dit sprookje uiteraard wel. Ah ja, ja, ja. Ik heb het boek ook niet gelezen. Maar het schijnt dat er een van bestaat. Ja, bon, wat zaten we? Enfin, die mocht in feite niet bij dat circus. Want hij werd uiteindelijk groot en hij verliet het huis. En hij had heel zijn leven te horen gekregen dat hij in feite niet zou kunnen dienen als koordanser. En daarom... Ja. Ja, hij werd dan aangenomen bij dat circus en daarom, omdat iedereen er normaal was, moest hij een lange broek dragen en een schoen aan zijn houten been, zodanig dat niemand kon zien dat hij eigenlijk een houten been had. Ja. En of hij kwam daartoe de allereerste dag, want de circus was in feite in zijn dorp. En hij zegt, dit is het moment, ik ga mee. Dus hij gaat naar de circusdirecteur, dat was zo'n, die leek een beetje op jou, maar hij had geen zo'n sik. Hij had wel zo'n grote... Ja, een krulsnor. Ja, een grote krulsnor en een ogen hoed. En zo'n rode frak met zo van die epauletten. Met zo van die Baptist. Baptist. Ja, hij noemde het. Hij heette Baptist. Ja. Baptist du Cirque Normal. Ja. Ja, ja. En hij zei... oh, meneer. Zei Jean-André... Ja, André. We gaan hem gewoon André blijven noemen. André, dat is makkelijker. Makkelijker, ja. Zou ik mee mogen met je circus? En die baas zei... Oh, jongen, kijk, we zijn al vol. Dat zit hier vol met normale mensen. We kunnen echt er niemand bijnemen.
Maar hij ziet er normaal uit. Je zit toch normaal, zei hij. Jo, jo, ik ben normaal. Je hebt toch niks vreemds? Zo een derde oog ter hoogte van je buik. Of zo een arm die uit je gat komt. Of zo, als je niet scheert, dat je verandert in een poedel of zo. Nee, meneer, nee. Ja, oké. Okay. Wel, dan diende er wel voor. Maar kijk, weet je wat dat is? Leeuwenvoederaar is gisteren opgegeten door de leeuw. Dat is een hele normale jongen, maar nu is er niemand om de leeuw eten te geven. Dus als je dat ziet zitten, misschien kun jij dat doen, zei hem tegen André. En André twijfelde geen moment. Ja, hij zei van, ja, ik ga beginnen als leeuwenvoederaar en ik ga mij opwerken tot ik kan koord dansen. Ja, en zo was zijn carrièreplanning in zijn hoofd begonnen. En hij begon de leeuw te voeren. Geen kat wist dat hij een vals been, een houten been had. Ja. En na 3 jaar... viel de normale koorddanser, die viel tijdens een voorstelling naar beneden en die brak zijn nek en die was dood. Ja, bon. Maar de leeuwen waren content, want die hadden heel veel eten. Maar natuurlijk, er was geen koorddanser niet meer. En koorddanser, ik weet niet of je dat weet, Geron, dat is het allerhoogste in het circus. Hè? Ja, dat is keihoog, hè? Dat is echt in de nok. Hè? Ja, nefste de giraffen is dat. Hè? Ja. Allee, dat is echt van niveau binnen het circus. Hè? Dus hij kon opklimmen, maar hij moest wel bewijzen dat hij kon koorddansen natuurlijk. Dus hij had heel zijn ervaring met zijn tandenstokertje, weet het nog. En dan zijn volwassen been. En nu had hij een volwassen been, maar hij pijst... Oeh, in godsnaam heb ik op dat koord wandelen, want ik heb nog nooit in heel mijn leven gekoorddanst. Dus die avond, het circus was uitverkocht. Er zat 1500 man, het was ook een heel groot circus, Circus Normaal. Klom, André... Het Circus Normaal was van normale grootte, dacht ik. Soms wel, maar die avond was er heel veel volk toegekomen. Ja, ze hadden de flappen open gedaan en er was iets meer volk dan anders. Ja. Ja. En zo, André, het was aan hem. Als het volk is, moeten de flappen open. Ja, dan moeten de flappen open. Je ziet dat ook in gangbangs. Ja, ja, ja. André had zweethanden en hij begon op het touwladderke naar boven te klimmen. Ja. En ik klom. Hij klom. En ik klom. En ik klom. Of hij melkte een giraf. Ik weet niet. Nee, hij klom echt. Hij klom. Ja, oké. Okay. Okay, hij klom. En ik kwam van boven en ik zie de enorme berg volk uiteindelijk. Allemaal normale mensen die komen kijken waar naar een normaal circus. En hij zegt, hoe kan ik dit nu doen? Ik heb maar één been, dan ander is een houten been. En er zit nog een schoen over? Ja, een schoen over ook. En de houten been was ook al niet meer dat, want die leeuw was dat constant in gaan bijten. En iedereen had al, dat was ook al een act geweest van de jongen die in zijn been laat bijten door een leeuw. Maar niemand wist dat de houten been was. En hij besloot om die schoen uit te doen en daar voor de eerste keer te laten zien dat hem een houten been had. Iedereen riep daar van, oh, il n'est pas normal. Hij is niet normaal. Ja. En dat was ook... Hij was ook niet normaal. Het is ook niet... Allee, normaal, wat is normaal? Ja, dat is een vraag voor een ander sprookje. En ja. André begint te wandelen op het touw. Hij zet zijn houten pikkel eerst. Hij vindt zijn evenwicht. En hij zet zijn andere voet naar voren en terug zijn houten been. Zodanig dat hem tot in het midden geraakt van het touw. Iedereen houdt zijn adem in. En op dat moment... slipt André met zijn houten been af het touw en... Hij valt naar beneden. Plat op de vloer. Doe het. Dus, moraal van het verhaal. Moraal van het verhaal. Als je maar één been hebt, kun je inderdaad niet... alles doen. Nee, en zeker niet koord dansen. Luister naar je moeder. Dat is een goede moraal. Als je een houten been hebt, luister naar je moeder. Goed, David, dank je wel voor dit fantastische sprookje. Mensen thuis, slaap lekker. Slaap wel.